Maar het trainerschap trok weer de opstellingen. Bij NAC speelt Jonas Kolka rechts op het middenveld. Hij vervangt daar aanvoerder Edwin de Graaf, die met een hamstringblessure afwezig is. En dan NEC. William Vloed laat zijn ploeg iets aanvallender spelen dan zijn voorgangers. John Goossens speelt centraal op het middenveld, met de punt naar voren, zoals dat zo mooi heet. 1 Breda, NAC tegen NEC, het commentaar is van Philip Koken. Inworp van Willemberg. Zomer. En Zwaanswijk. Amoa bereikt Leonardo. En dit is de eerste kans voor NAC. En die is voor Amoa. Degelijke redding van Babos. Kwakman. Gorter. Eventjes aangetikt door David. Dit soort moment is NAC op zijn best. Gorter en daar bijna de treffer van Kwakman. Van Eijden liet hem glippen. Lulling. Kolka rustig opgevangen. Leonardo is bij hem. Veher komt over hem heen als Leonardo inhoudt. Leonardo gaat voor zijn eigen actie. En dan is dus ook Veher aan de rechterkant gezien. En is er dus ruimte nu voor Saidi. Davids. Worm. Goossens wil de bal ook wel hebben. Dat wil hij al de hele wedstrijd. Worm loopt zich vast. En daar is dan toch Goossens. En, goed schot hoor. Ten Rouwelaar verwachten hem niet meer. Overtreding van Gorter en de vrije trap is snel genomen. El Akshoui, Saidi. En daar is Flemings. Zo! Die zit er goed in. De verdediging van NAC let hier even helemaal niet op. Bij deze vrije trap van NEC die snel genomen wordt door Radomski. En dan valt hij zomaar ineens voor de rechter van Flemings. Die aarzelt geen moment. En het is 1-0 voor NEC. Dit is een ideale start voor de nieuwe trainer William Vloed. Zwaanswijk. Goede opening richting Amoa. Van Eijden blijft op de been. Oei, matige bal van Radomski. Lulling. Lulling. Nog een keer Lulling. Keurig op de bal getackeld. Door diezelfde Radomski die zijn fouten goed maakt. Saidi hier raakt de bal kwijt. Veer. En een eigen doelpunt. Kan het Sneuer. Wellenberg doet het zijn ploeg aan. Maar het begint eigenlijk allemaal al bij het balverlies eerder in deze aanval van Radomski. Daarna maakt Saidi een fout. En als laatste van het drietal verantwoordelijk is voor het doelpunt van NAC. Het drietal van NEC is Wellenberg. 1-1. En NAC heeft er nauwelijks moeite voor hoeven doen. El Akshoui. Worm vangt hem. En speelt hier verschrikkelijk met vuur. Want als Kuipers volgens het boekje handelt, dan moet hij hier een gele kaart voor trekken. En omdat Worm er alleen heeft, kan hij dan opkrassen. En het is maar goed dat Kuipers mild is, de wedstrijd aanvoelt en dit niet doet. 7 minuten nog tot de rust in een povere, matte vertoning. Kolka. Kolka schiet en mist de goal. Dit kan de wedstrijd wel gebruiken. Leonardo. Prima El Akshoui van de bal gejaagd. Amoa. Gaat wel een end lopen met de bal. Lulling Leonardo. Verzin iets. Doe iets. Nou, zo dan maar. Leonardo. Redding van Babos. Elshot. Die in de tweede helft speelt voor Kolka. Veher is een linie opgeschoven. Is nu middenvelder. En hier is de kans. De kans voor Leonardo. En die gaat er niet in. Elshot. Leonardo glijdt weg. Mooie paas op Saidi. Maar nu. 1-1 tegen Zwaanswijk. Saidi van heel ver. En die bal valt fantastisch.
fantastisch binnen. Een geweldige treffer van Saïdi. Hoi, hoi, hoi. Hoe vaak zou Saïdi zo hebben gescoord? Hij doet het helemaal zelf. En het zou dus inderdaad een kapitaalvernietiging voor NEC zijn geweest als hij definitief zou zijn verbannen uit de selectie na eerdere oneenigheid met de club. Leonardo. Had bijna toch hetzelfde gedaan als zijn evenknie Saïdi een minuutje eerder. Penders is weer mee naar voren geslopen. En daar is de kans voor Amoa. En dan is het raak ook. Het is weer 2-2. Penders is daar de bliksemafleider. Van Eijden geeft Amoa veel te veel ruimte. En dan is het weer gelijk. Davids. Zomer. Penders. Radomski. Verovert de bal weer terug. Davids. Oogcontact met Zomer die hier in balbezit komt en de bal afgrijselijk behandeld. En dat beseft hij hier terdege. Elschot. En prima schot van Leonardo. Leonardo. Davids kan hem niet bijhouden. Amoa, Lurling. Twee man liggen, maar daar is Amoa en die scoort. En dan is het 3-2. NAC speelt eigenlijk helemaal niet zo goed, maar pikt wel zijn momenten eruit waarin het opeens kan excelleren. En dit is toch weer een splijtende paas van Lurling op Amoa, die zijn tweede treffer laat aantekenen. En heel goed ook de actie van Björn Kuipers door niet te fluiten en de voordeelregel toe te passen nadat Leonardo werd aangetikt. Elakchoui, nog 9 minuten te spelen. En daar is het 3-3. En het is weer een treffer van Saïdi. En weer wil hij benadrukken dat hij vader is geworden. En nu weten we dat wel. Saïdi gaat ook nog even naar zijn trainer toe. Ja. Die goed doet, vloed ontmoet. Het was ook bijna niet te missen voor Saïdi. 3-3. Amoa. Kwakman. Waar naartoe? Leonardo. Het is nu of nooit voor Leonardo. Leonardo en een redding nog van Babos. En dan blaast Björn Kuipers meteen af. Is het gebeurd? En eindigt deze wedstrijd, die toch vooral heel erg amusant was, in een uitslag die recht doet aan het spelbeeld. Het eindigt in 3-3. En hij was toch wel de groeibriljant met twee treffers. Saïdi. De komst van William Vloed bij NEC is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Met verrassend aanvallend spel is het eerste punt in meer dan 4 weken een feit voor de ploeg uit Nijmegen. Wat mij gewoon opviel is dat je deze groep die toch een tikje heeft gehad, een moeilijke periode heeft gehad, als collectief zo staat. Hè, dat je dus 2 keer een voorsprong weggeeft. Dan uiteindelijk toch met een achterstand terugknokt naar een 3-3. En op het einde had je nog wel momenten dat je zegt van Patrick Pothuis een keer kon koppen. Ramon Zomers die ene been op de keeper had. Nou, dan denk ik van dat is prima om dat te zien. En dat is me opgevallen. Je had hem kunnen verliezen, je had hem ook kunnen winnen. Wat over eerst? Nou, tevredenheid. Kijk, ik heb gezegd van buiten het resultaat, ik wil hier iets zien wat was collectief neergezet. En dat heeft geslaagd, dus die doelstelling is uitstekend gelukt. NEC heeft een selectie die, en een ploeg op de been die ongeveer gelijk.